In het buitengebied tussen Ede en Veenendaal is er veel te zien, te ruiken en te proeven. Voor buurtbewoners, maar ook voor toeristen. En dat proeven, dat zit wel goed bij Jan en Carola van Ruiswijk. 5 jaar geleden zijn ze begonnen met iets bijzonders. We zijn hier op het melkveebedrijf van familie van Ruiswijk. En we staan hier voor de melktap. En die melktap bestaat 5 jaar. Waarom zijn jullie destijds met die melktap begonnen? Nou, we hebben een vrij kleinschalig bedrijf. En we zochten toch nog iets verbreding, zeg maar, voor ons bedrijf te zoeken. En we hadden een keer op vakantie in de Achterhoek, waren we op een camping. En toen kwamen we daar een melktap tegen. Toen dachten we, nou, dat is een leuk idee. Misschien is dat ook wat voor ons. En toen zijn we er een beetje mee aan het nadenken gegaan. Of dat ook hier zou passen en of dat ook zou gaan werken. Dus toen zijn we met een soort crowdfunding actie begonnen op te zetten. Of er ook zeg maar wel vraag naar zou zijn. En een hele hoop mensen waren heel geïnteresseerd erin. En zo zijn we ermee begonnen. En nu bestaan we alweer 5 jaar. Hoe bevalt het tot nu toe? Ja, ik vind het hartstikke leuk. Ja. Het is in 5 jaar tijd echt best heel gegroeid. En ik vind contact met de mensen heel leuk. Mensen die hier ook je eigen product komen halen. Want normaal gaat je melk mee naar de fabriek en dan zie je er eigenlijk niet zoveel meer van terug. Jawel, dan gaat het in de grote massa. En nou gaat het echt rechtstreeks naar de consument. Want de melk, die leveren jullie zelf? Die leveren wij zelf, ja. En hoeveel koeien heb je? Mijn melk is een beetje tussen de 60 en 65 melkkoeien. En dat is voldoende om die melktap te kunnen voorzien? Ja, ja, ruimschoots. Want het is maar een heel klein gedeelte natuurlijk wat we aan melk verkopen, rechtstreeks. En de rest gaat dan aan de fabriek. Naast de melktap hebben jullie nog meerdere producten. Wat verkopen jullie hier onder andere? Ja, we zijn inderdaad al snel met meerdere producten begonnen. Omdat we dachten van mensen moeten wel alleen voor een liter melk dan wel veel moeite doen. Of voor een paar liter. En we kregen ook vraag naar yoghurt en andere zuivel. En omdat we zelf een vrij groot gezin hebben, dacht ik als ik mijn eigen yoghurt maak, dan hoef ik al niet zoveel uit de winkel te slepen. En zo hebben we het eigenlijk uitgebouwd. Dus ik maak zo'n beetje 25, 30 liter yoghurt per week. Dus dat maken we zelf. En we hebben hier kaas nu van onze eigen fabriek. Dat is heel leuk. Dat zijn kazen die over het algemeen heel gewaardeerd worden. Dus die zijn we ook gaan verkopen. Dus die komen rechtstreeks van de fabriek in onze kaasautomaat. En af en toe haal ik wat eieren. Vergeet ik bijna. De eieren hebben we nog. En we hebben wat streekproducten. Die ik laat komen en we hebben meel van Molen de Vlijt in Wageningen. Zodat mensen niet helemaal naar Wageningen hoeven voor een pakje meel. En dat zijn ook hele goede kwaliteitsproducten om mee te bakken. En zo willen we eigenlijk mensen ook op een idee brengen van wat je allemaal met melk kan doen. Van melk kan je ook ijs maken? Hebben we ook sinds kort. De ijsboer van Veenendaal die komt hier altijd melk halen. Om voor zijn ijs. En wij zijn nu ijs gaan verkopen. Dus andersom. Dus dan, zeker als het warm is. En dat is wel heel leuk, want vanochtend kwam er een hele bakfiets vol met kleine kindjes. Bij ons aan de picknicktafel zitten hier. En ik kocht een bakje ijs hier in de tap. En we hadden toevallig geen bakjes en lepeltjes, maar die had ik nog. Dus het was gewoon heel, daar word je gewoon heel vrolijk van. Zo'n hele tafel vol met van die kleintjes. Het is allemaal lekker te happen. Dus Hebben jullie nou veel vaste klanten? Ja, heel veel klanten die al echt wel 5 jaar komen, echt vaste klanten. Maar ook weer, weer steeds nieuwe. En er zijn ook weer mensen die afhaken. En ook weer steeds weer nieuwe mensen. Dus al met al absoluut geen spijt van die keuze destijds? Nee, helemaal. Totaal niet. Nee, eigenlijk geen dag. We hebben een vrij grote nieuwbouwwijk hier vlak achter. Dus wij dachten ook van het kan ook een kans bieden om gewoon iets toe te voegen aan ons bedrijf. Maar als ik heel eerlijk ben, had ik ook niet gedacht dat ik het zo leuk zou vinden. Het is echt leuk hoe mensen geïnteresseerd zijn in je bedrijfsvoering. En het is ook leuk om... Ja, ik geniet er gewoon van om te vertellen wat we doen. We houden gewoon van dit bedrijf en van onze dieren. En we hebben eigenlijk geen dag spijt. Soms is het wel een beetje druk. Want je wil wel altijd... het moet altijd schoon zijn. Je wil ook graag klaarstaan voor mensen. Dus het is wel echt een ding erbij. Maar we zouden het niet meer willen missen. Nee. En voor toeristen, is het ook een bezienswaardigheid? Ja, zeker. We hebben hier veel fietsers in de zomer. En die vinden het heerlijk om even onder de walnotenboom aan de picknicktafel neer te ploffen. En sommigen hebben dan gewoon eigen drinken bij zich. Dat kan een kannetje koffie zijn of zo. Dat vinden we ook allemaal prima, dat is best. Maar we moeten heel vaak ook wel lachen, want dan lopen mensen naar binnen en dan zien we ze melk tappen. En dan lopen ze met een fles naar buiten. En laten zien we ze weer naar binnen lopen. Dan hebben ze met z'n 3 of 4 een hele fles melk leeg geslobberd. En dan gaan ze weer opnieuw tappen voor thuis.
Dus ja, het is ook lekker, een koud glaasje melk als je op een warme dag. Op naar de komende 5 jaar. Ja, wat ons betreft wel, ja. Ja, zeker.